Tijdens de hippiade op het KNHS-centrum was voltige één van de disciplines. Regerend Europees kampioen Jacques Ferrari uit Frankrijk gaf een demonstratie. Maar ook in Nederland hebben we toppers. Bijvoorbeeld Esther en Carola Sneekers. Zij rijden op het hoogste niveau mee in de voltigesport. Waarom voltige? Omdat mijn zusje dat graag wilde en die durfde niet alleen, want die was nieuwsgierig of die was heel verlegen. En toen zei ik, ja, je bent gek in je hoofd, ik ga toch niet op een paard staan. Maar ja, toch maar meegegaan, want ze wilde zo graag. En toen was ik verkocht. Ik wilde nooit meer wat anders. We zijn er ooit een keer mee begonnen en als je eenmaal begint, dan stop je gewoon niet meer. Het is gewoon leuk. En wat ik heel leuk vind, is dat aan het begin van het jaar maak je een nieuwe kuur. En dan heb je allemaal moeilijke oefeningen waarvan je denkt van nou, dat ga ik echt niet halen. En dat is allemaal moeilijk en je valt er 100 keer af. En aan het eind van het jaar kijk je terug en dan is het eigenlijk ineens allemaal makkelijk geworden. En dan zie je heel duidelijk dat je toch wel weer beter geworden bent. De zussen doen zowel nationaal als op internationaal niveau mee. Ze steken dus veel tijd en energie in het beoefenen van hun sport. Ik studeer geneeskunde en ik loop stage de hele week. Maar als ik om 5 uur klaar ben, dan ga ik naar huis en dan ben ik de hele avond met paarden bezig eigenlijk. Je moet heel erg goed op je paard kunnen vertrouwen. En je moet, zodra je ook maar een klein beetje naast zijn ritme zit, dan lukken alle oefeningen niet meer. Dus je moet echt wel een soort van band met hem hebben om het te kunnen doen. Ze voltigeren solo, maar vormen ook samen een team. Ik vind duo heel leuk, omdat je dan gewoon met z'n tweeën bent en je kan gewoon iets meer variatie. Maar solo vind ik heel leuk, omdat je dan echt je eigen ding kan doen. En dat je echt gewoon erin kan doen wat jij mooi vindt. En ja, ik vind die kleur mooi, maar zij vindt die kleur mooi. Dus daar hoef je nooit een compromis voor te maken. De kleding die voltigeurs dragen is vaak opvallend en sierlijk. Maar het moet wel aan een aantal eisen voldoen. Het is tenslotte een jurysport. Het moet aansluitend zijn, je mag er geen last van hebben. De jury moet goed kunnen zien welke oefeningen je doet en of je bijvoorbeeld je knieën niet strekt. Verder, het is niet bepaald een regel, maar het moet eigenlijk wel een beetje bij het thema van je kuur of je technische test passen.